Welkom bij een nieuwe aflevering van Culturalis TV. In deze aflevering ben ik onder andere Turkish Delight bij een Turkse dansworkshop en ben ik op bezoek bij het Haags Uitfestival. Ik ben Patty en ik heb het genoegen gehad om te mogen werken aan een project met inburgeraars. Ik ben gevraagd door Culturalis om samen met Ida te gaan werken met inburgers. En het liefst ook hun helpen met het participeren aan kunst en cultuur. Maar even met saaie beleidsteksten vorm te geven. Mathilde is een echte vriendin. Wat we hebben gedaan is eigenlijk met teksten van inburgers aan de slag en dan daarmee iets gaan maken wat op het podium gepresenteerd kan worden. Dus dat zijn teksten, toneelteksten geworden, maar ook teksten die zich vertalen in beweging en in muziek. Omdat ik denk dat dans en muziek universele talen zijn en die goed te gebruiken zijn om iets moois neer te zetten. Het was voor ons een absolute verrassing om te merken dat de inburgeraars ontzettend divers zijn. Ik weet al dat Den Haag meer dan 120 nationaliteiten herbergt. En dat werd ook tijdens het inburgeren ontzettend duidelijk. Want we dachten eerst van we gaan heel erg veel met Marokkaanse en Turkse doelgroepen werken. Maar in plaats daarvan zijn we aan de slag gegaan met mensen uit de Dominicaanse Republiek, uit Portugal, uit Bulgarije, Macedonië, Azië, Brazilië. Het was echt enorm divers. Ook de taalverschillen waren daardoor ook, zeg maar het taalniveau was daardoor ook heel erg verschillend. Dus het was heel erg moeilijk om iets te vinden, om met elkaar toch iets te kunnen maken. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Heb jij gedroomd dat ik geen plichten heb? Ik droomde dat ik vrij was. Nog vrij, zo vrij als een vogel. Gaan waar je wilt. Elke dag leven in een andere plaats en naar niets anders kijken. Het was leuk en interessant, maar het is heel moeilijk voor mij te zeggen in Nederland nu. So, it was great. It was fantastic. It was a great experience. And this is one of the reasons for me to start studying, to learn more, to be able to express myself in the Dutch language. For me, it was very interesting because of the variety of cultures here together, sharing the same thing. Most of us are here just to learn the language, learn the culture, and be integrated in the Dutch society. So for me, that was very important. I mean, I'm determined to learn the basics of the Dutch language, so this is a good channel to get that goal. Culturalis is de organisatie voor cultuurparticipatie in Den Haag. Culturalis scout, begeleidt, promoot en presenteert. Nou, iedereen met een passie voor dans, muziek en toneel, of misschien wel een hele combinatie hiervan, kan terecht bij Culturalis. We zijn hier bij de Turkse Volksdansdag en ik ben zelf eigenlijk zo stijf als een karpoes. Dat is in vrij Nederlands vertaald zo stijf als een watermeloen. Maar met deze muziek achter mij en vele workshops die komen gaan, ga ik mijn spieren lekker losmaken. Vandaag. Zweet droop van uw hoofd. Ja, dat is waar. Dat mag, ik ben zo'n halsbandje erom. In uw vrije tijd geen gymleraar? Nee, ik ben geen gymleraar. Ik doe wel dansen. En ik probeer dansleraar te worden, maar zo werk ik nog niet.
met dansen zelf? Sowieso de muziek. En mijn dochters en mijn vrouw dansen. Gaat u ook vaak op reis naar Turkije misschien? Ik ben geen reiziger. Nee, dus juist dan wordt die kracht nog sterker om het te kopen, om het te willen zijn. Maar dat kan ik hier dus ook krijgen. Ja, elke streek in Turkije heeft zijn eigen dansen. Dus elke dorp, elke stad heeft zijn eigen soort dans. En het oosten, daar ben ik dus in een dansgroep, zeg maar. Hoe ziet zo'n dans er een beetje uit? Wij hebben zelf de klompendans in Nederland. Is het klassiek, modern? Is het traditioneel? Het is volksdans. De kostuum zelf heeft heel veel kleuren. Het is gewoon rood, groen en dergelijke en geel. Maar in het westen van Turkije heb je alleen maar zwart-wit. Of in het zuiden van Turkije heb je ook alleen maar zwart-wit kostuums. Elke streek heeft zijn eigen soort van kleding, zeg maar. Die kleding wordt gewoon gedragen daar in Turkije nog steeds. Als je er naartoe gaat, dan denk je van ja, lopen ze in kostuums? Nee, het is gewoon normale kleding, ja. De supermarkt gewoon met een kostuum aan. Hier in Nederland is het gewoon een kostuum. Ja. In 2009 wordt eindelijk het Culturalis Theater in de Hobbemastraat geopend. Nou, dit is meteen de plek voor Haagse podiumkunstenaars en hun publiek. Wil je nou zelf presenteren, repeteren, optreden of misschien wel een hele voorstelling maken van begin tot aan het eind? Dan heeft Culturalis alles voor jou in huis. Ik sta hier bij de ingang van het Haags Uitfestival. En alle Haagse culturele instellingen komen hier bijeen om het jaarprogramma te presenteren. En Culturalis heeft maar liefst 2 podia. Wij gaan een kijkje nemen. Nou, mocht je denken dat we bij de Sound of Music zijn beland, dan heb je het fout. We zijn namelijk in Theater Diligentia bij Lesbo Koor de Heksenketel. En of het een ketel is, ga zelf maar even een kijkje nemen. Terwijl de slenterende menigte zich laat overspoelen met culturele hoogstandjes en muzici hun kunsten vertonen op het Culturalis podium, ga ik eens even rondvragen wat mensen verwachten van het culturele jaar. Zo, je hebt ons boekje gevonden, zie ik. Ja, ik heb hem net gekregen. Ik ben benieuwd. Kun je het een beetje vinden qua cultuur? Ja, veel dingen. Zeker hier op de Uitmarkt. Ik zie een hele hoop nieuwe dingen en een hele hoop leuke dingen ook. Waar hou je van? Theater en cabaret. Oké. Okay. Ja. En dan groot theater of klein theater? Allebei, maar niet zo waar. Hallo, wat ziet u er mooi uit? Dank u wel. Heb je ook wat gedaan hier op het festival? Ja, ik heb gedanst net.
Ja? Waar zo? Hiervoor? Hiervoor bij Culturalis. Ja? En wat voor dans doe je? Zigeunerdans uitgemeten. Ah, kan je een heel klein stukje voor doen? Met de tassen? Ik hou je lolly vast. Of mag ik hem opeten? Nee. Oh, ik hou hem vast. Ja? Dan moet ik doen. Abusado, ya los tiempos han cambiado, usted está muy agüitao y está mucho atravesado. Antes se bailaba de swing, boogie woogie jitterbug, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón. El botecito y el danzón. Sta je naast Jos Vijverberg, hij is theatermanager van Culturalis Theater. Klopt? Klopt. De theaterbom is gevallen, wat heeft voor gevolgen voor je theaterjaar? Dit theaterjaar wordt de opening van ons prachtige theater. Daar hebben we 2 jaar aan gewerkt, 2 jaar gebouwd en toegewerkt naar de geweldige opening die we in oktober gaan doen. Take-off, 9 dagen lang. En daarna mag ik het theater overnemen. Ik krijg het eigenlijk in de opening aangereikt. En dan ga ik het programmeren voor alle amateurkunstenaars in Den Haag. Ik wil alle kijkers van Culturalis TV uitnodigen om bij Take-off aanwezig te zijn. Het geweldige 9-daagse festival dat bestaat uit 3 dagen toneel, 3 dagen dans, 3 dagen muziek. In oktober en vanaf november in het Culturalis Theater in de Schilderswijk, Hobbemastraat 120. De grote opening van het grote Culturalis Theater komt steeds dichterbij. Daarom heb ik vandaag afgesproken met theatermaker David Prins, die mij hopelijk iets meer over de opening kan vertellen. David, we staan hier in het nieuwe Culturalis Theater. En hoe kom jij hier terecht? Ik kom hier terecht omdat ik theatermaker ben. En Culturalis gaat met een groot festival theater openen. 10 dagen lang, ja. Muziek, dans en toneel. En daar zocht ze iemand voor om die aftrap te gaan organiseren. En dat ben ik geworden. Okay. Ook omdat ik midden in de Schilderswijk woon. Mm-hmm. Normaal werk ik veel in het buitenland. In Rusland, ja. In Moldavië, in Frankrijk van de zomer. En ik kan nu voor het eerst in mijn eigen wijk, voor het eigen theater, ja. Aan de slag. En dat vind ik heel bijzonder. En dan gelijk 10 dagen. En in die 10 dagen, wat kunnen we daarin verwachten? In die 10 dagen komen meer dan 100 acts. We bieden 3 driedaagse aan. Mensen die muziek leuk vinden, die kunnen 3 dagen naar muziek. Mensen die theater leuk vinden, gaan 3 dagen toneel kijken of meedoen. Want dat is leuk van dit theater, je kan meedoen. Mensen die willen dansen of naar dans kijken, die komen naar de dans 3-daagse. En dan is er 1 hele speciale grote dag waar we het hele hoge bezoek gaan ontvangen en een speciaal openingsspectakel gaan maken. Oké, okay, nou je zegt 100 dagen, of 100 voorstellingen, sorry. Ja. Daar komt heel wat bij kijken, neem ik aan. Ja, we zijn met een groot team, deels van Culturalis mensen die daar sowieso al werken en deels mensen die ik meegenomen heb, zijn we al maanden aan de gang om te scouten, om mensen te begeleiden, om mensen hier naartoe te lokken en om mensen in dit hele bijzondere gebouw een speciale stukje voorstelling te laten maken. Nou, er komt ook nog hoog gezelschap, dat ben ik zelf niet. Is daar een tipje van de sluier voor... De koningin komt niet, maar we gaan absoluut voor het maximaal haalbare. U hoort het, maximaal haalbare. Dankjewel, David. Geen dank. Tot zover deze aflevering van Culturalis TV. Bedankt voor het kijken en wil je nou meer informatie? Kijk dan even op de website www.culturalis.nl. En dan nu een cola.